ben hier bij Ina, Engels, te korte, of te korte Engels. Hoe zit dat nou? Ten kaart Engels. Ten kaart Engels. Maar je bent getrouwd met Erik. Engels. Erik ten kaart. Erik ten kaart. Het hoeft niet lang te duren, maar zo langzamerhand dan ben ik de weg zo kwijt, hè? Dat weet je wel. En er zijn meer mensen hier de weg kwijt in Nederland. Toch? Ja. Want ik wilde dus even met hem, omdat we toch samen op pad bent, met Koopman. Over de bloemigjes. De dahlia's. Juist. Geen bijgies, alleen de bloemigjes. Ina, je bent vrijwilliger bij de Siertunenvereniging. Ja, dat klopt. En nou hoorde ik dat binnenkort de bloemigjes een poort wordt. Daar ben de bolligjes. Ja, de bon zijn wij al druk mee bezig. Vorige week zaterdag binnen de eerste knollen de grond al in de vader. Dat heet knollen. Wij praten over knollen. Ik zeg zelf ook nog eens vaak bollen, maar het zijn officieel knollen. Kun je mij het verschil vertellen? Een dahlia knol moet je vergelijken met een aardappel. Ja. Bollen zijn tulpen. Dat is meer de uikant. Oké, kon je hier in de buurt? Of? Ik kom hier helemaal uit Deelum. Uit Deelum? Ja, dus ik zal maar gewoon Drents tegen gaan praten. Ja, want ik dacht dat ik al een sticker die zag. Hier mag je Drents praten. Zo best kunnen, maar niet hier op de deuren. Nee, dat heb ik gezien. Goed zo. Maar je mag Drents praten. Goed. Dus die knollen en die bollen, dat maakt wel uit. Want dat wil zeggen dat een bolle één uitloper heeft en een knollen meerdere uitlopers. Zo kun je het zien, ja. Of moet je dat zien? Nee, en de eerappel heeft ook meerdere uitlopers. Dus een dahlia ook. Ja. En als je een tulp hebt of een krokus, dat is maar één bloemetje wat erin komt. En deze is een knol, heeft dus meerdere bloem wat hij draagt. Wat brengt u zover om dan mooi vrijwilliger te winnen bij de Siertunenvereniging en op dat land? Want jullie hebben weer land gekregen, hè? Ja. Om dat vol te drukken met die knol en we door die bloemetjes af. Wat is de reden daarvan? Nou, wij hebben dus dit jaar weer drie stukken land wat wij mag gebruiken. Mm-hmm. Om de knol erin te zetten. En wij hebben 20 vrijwilligers. 20. Okay. Maar het zou mooi zijn dat er nog wat bij kan komen. En ja, voor wie doen wij het? Voor het dorp. De mensen hier in Elum, maar ook buiten Elum die komt kijken. Een heleboel mensen die denken misschien dat wij het voor onszelf doen, maar wij doen het echt voor het gevoel, het dorp Elum. Het gevoel, het grondgevoel van Elum, dat zit erin verwerkt. Ja. En het grondgevoel van Elum, dat wil jullie laten zien. Ja. En dat doe je door middel van die dahlia's. Ja. Dat is eigenlijk waar het op draait. Ja. Hoeveel kleuren hebben jullie nou? Oei jee, Rolf, nou stel je mij een vraag dat ik kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, maar wel een bodem. Wij hebben afgelopen jaar is ons alles kapot gegaan. Oh. Dat zult de mensen in Elum een heleboel wel weten. Wat is er gebeurd dan? Ja, zeg het maar. Of ze bent te nat uit de grond te komen. Wij hadden vorig jaar een soort waar dus een ziekte in zat. Ja. Het kan dus weer dat alles aangetast is door die ziekte. Mm-hmm. Want dat is ons toen al gezegd van, als het te dichter bij elkaar komt, is het besmettelijk. Ja, oké. Okay. Dus zie je het maar als een virus wat misschien in onze knol gekomen is. En wij hebben dus allemaal nieuwe knollen gekomen. Maar dat is dus niet onderzocht? Of er ook inderdaad nee, want als je dat met laten onderzoeken, dan moet je dat allemaal weer opsturen en alles. En dat kost ook weer geld. Ja. Dus, en dat hebben jullie niet nodig? Nee. Maar wij hebben gelukkig dit seizoen nieuwe sponsoren erbij gekregen. En een paar sponsoren die ook echt doneert. Die de doet. Ja, die doneert hebt en die het heel belangrijk vindt dat het Corso in Elum blijft. Ja, precies. Nou ja, het is natuurlijk ook een heel mooi spektakel. En die doet het voor het dorp. Ja. Maar dat bloemkosso, heeft dat ook nog een diepere betekenis? In de zin van, wij viert het einde van de oogsttijd of dat soort dingen. Ik heb er wel eens van gehoord. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik daar te jong ben voor.
de oldere garde zal dat misschien weten. Ja. Kijk, ja, wie heeft bedacht om een kasso te houden? Nou ja, met wie doe je het allemaal? Wie dacht allemaal met in het kasso? Nou, ik denk als hij het kasso in Elum, dat toch een hele rest van de bevolking middert. Ja. Die grote kan waar je door met de feestweek dan ziet staan die zaterdag. Ja. De ene karren die plakte met 6 of 8 man, maar er bent ook kan die zitten met 20 man aan te warren. Ja. Kijk, nou, die moet toch rekenen, je gaat zo'n karren bouwen, het voorbereiden dus, maar ja. het plakwerk waar je die vrijdag moet doen, dan moet je echt wel een paar mensen drummen toe hem lopen. En kun je die mensen bij elkaar krijgen? Of is het allemaal vrienden en familie? Het is hoofdzakelijk vrienden en familie wat door een karren bouwt. Ja. Maar ja, straten kunt het natuurlijk ook doen. Ja, wat is het thema dit jaar? Vrij. Iedereen mag dit jaar weten wat ze maakt. Vrij. Wij doen om het jaar, het ene jaar hebben we een thema, het andere jaar is het vrij. Ja. Nou, en de een vindt dat makkelijk en de ander vindt het moeilijk. Nou maak ik een heel klein instapje. Een heel, heel klein. Het is vandaag een 5 mei. Ja. En morgen vieren wij de vrijheid. Ja. Hoe mooi is het bij de vrijwilligers om dat vrij te kunnen doen? Nou, ze mag morgen allemaal op land vrij lopen en zin. Bon knollig is de grond in doen. Nou, precies. Dat bedoel ik. En ze bent vrij in om te komen. Ja. Het is vrijwilligerswerk en wij kunnen niemand verplichten. Maar is nog een vaker dat woord die vrij of welkom. Ja, ja, ja. En dan gaan we nog 4 nog. En hoe dan? Ja, in de feestweken denk ik, of niet? In de feestweken wordt hij zeker gevierd. En dan wordt hij zeker gevierd. En dan zien we die katten ook, hè? Ja. Dan zien we die katten, die mooie bloem. Al die kleuren. Die katten die trekt mooi de dorp in. De dorp in? Ja. Dat giet altijd op de eerste zaterdag van de volle... Eerste zaterdag van de volle week in september. Ja. Tweede zaterdag in september. Ja, dat weet ik nooit. Als het nou de eerste of de tweede, tweede is. Ja. Dat kan je hebt Hollandse Veld is de laatste zaterdag in augustus. Want je hebt geen bloemenkassen. En daar zitten wij 2 weken achter. Dus en Hogeveen heeft ook geen bloemenkassen. Nee, Hogeveen heeft lichtjesparade. En Pers heeft ook geen bloemenkassen. Nee, wat het dichtst bij is, dat is dan Eelde Vollenhoven. Eelde Vollenhoven. Sint-Jansklooster. Sint-Jansklooster. Ja. En daar werken jullie ook met samen? Met de verkoop van knollen en de bloem, ja. Maar wisselt jullie ook uit? Als bijvoorbeeld Eelde, die heeft dan een bloemenkassel, maar die heeft geen speciaal, zoals wij dat met een speciale bloemen. Die heeft een uitgebreid kassel. Eelde die gebruikt heel veel bloemen. Ja, Eelde heeft bloemenkassel. Ja. En officieel heeft Elum dahlia kassel. Dahlia. Wij doen alles met dahlia's en wij maken een... Zo uit mijn hoofd 20% ander materiaal aan de karren gebruiken. Oh, daar ben ik nog allemaal regels aan? Ja, ja, ja. Oeh, ik dacht dat daar, nou ja, ik denk van een kar is een kar. Nee. En plakken maar wat aan. Nee. Dat is dus niet zo. Er zit ook nog afmetings, hoe hoog een kar mag. En hoe hoog mag je weer hier? 4,5 meter. En ik geloof in Frederik zou het geloof ik wel 8 meter. Ja. Maar als wij 8 meter gaan, dan moeten we de Kassendiek en de Perenboomweg alle boom eraf gaan halen. Of in de kant de takken eraf. Ja, dat... Laten we dat niet doen. Stiet ook niks. Nee, laten we dat niet doen. Want anders krijg je nooit die... Nee. Nee, dat wordt te 4,5 heb je met de gemeente dat de takken snoeit was. Word ik wel eens een beetje al door de gemeente, of niet? Ja. Ja? Dus de gemeente die zegt ook wel van, wij vinden het ook mooi dat het dahlia kasso is in Elum. Want het is ook een plaatje voor de gemeente. Ja, ja, ja. Het is niet alleen Elum, maar het is ook een plaatje voor de gemeente. Ja. Bent jullie daar ook een beetje trots op, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik weet niet of dat natuurlijk is. Dat zei ik, tuurlijk. Hogeveen heeft de hoofdletter H, maar ja. Wij hebben hier de hoofdletter E natuurlijk, hè? Ja. Dus, ja, die laat ik wel zien, denk ik. Die vlaggen die hangt elk jaar. Ja, 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 ja. Want dat is volk van Elum. Ja. Die is wel trots op zichzelf. Dat dacht ik. Die heeft wel een eigen inborst en zegt van... Luister eens even, jongens, jullie kunnen boten doen. Maar Elum is niet voor niks. Nee. Wat betekent Elum? Ja, wat betekent Elum? Nou ja... Wij hebben het hier over de Siertuinvereniging. Maar wij hebben alle twee vorig jaar de samenloop... Ja.
proberen in elkaar te zetten. Ja, ja. En daar waren we ook een rest vrijwilligers voor nodig natuurlijk. Ja. En als je dan kijkt wat zo'n klein dorpje als Elum vorig jaar neergezet heeft, ja, dan mag wij best trots zijn op ons kleine dorpje. Ja, maar daar binnen we ook wel. Daar binnen we ook. Daar binnen we ook wel. En voor de Siertuinvereniging ben ik ook trots op wat wij er neerzet. En ja, een heleboel mensen ziet niet wat wij achter de scherm doen. Ze ziet de schoffelaars en ze ziet ons nu in poten. En ja, maar wat er buitennummer allemaal besproken was, dat, daar hebben ze geen notie van. Nou hoef je niet alles te vertellen. Dat vraag ik ook niet van hem. Maar vertel eens een klein beetje wat er achter de scherm dan allemaal schemert. Nou ja, kijk, als wij erachter komen dat onze knon allemaal kapot bent, mm-hmm, en er moet nieuwe knon komen, mm-hmm, dan hebben wij een vrijwilliger bij schone willen. Ja. En die giet als een razende gek aan bellen en aan doen om overal knon weg te krijgen. Ja. Dus ja. Ja, nou ja, dat is wel heel belangrijk als je een erbij hebt. Ja. En dat dat gewoon ook in de club zit van de Siertunenvereniging. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Hè? De remmen. Kijk, en ja, het is de knolleninkoop, maar de knollenverkoop, dat hij ook. Jullie verkoopt ook knol? Wij verkoopt de hoofdzakelijk bloemen. Knol gebruiken wij eigenlijk altijd weer, dus die gaat 's winters weer in de opslag. Ja. En dat moet dus ook weer geregeld worden, dat die knol weer aan ons kunt staan. En, maar het verkoop is de bloemen. Als straks die bloem plukt wordt, wij zijn ze maar 1 week nodig. Ja. Maar zoals een heleboel wel weet, weken ervoor wordt er ook elke week bloemen geplukt. Ja. En die leveren wij weer aan Sint-Jansklooster, Vollenhoven, Elum, Zundert, noem maar op. Dus dat giet ook weer het land in. Maar ja, met onze inkassel in september, mm-hmm, hebben wij niet genoeg aan onze bloem. Dus dan komt er weer bloem terug? Dus dan kopen wij weer bloem van Zundert, Vollenhoven. Maar wel goedkoper natuurlijk, dat jullie de bloem verkopen. Volgens mij is er gewoon 1 landelijk prijs overlegd. Ik denk het. Ik denk het. Elum kende. Er zit nog weer wat tussen. Ja, maar dat, als dat landelijk bepaald wordt op zo'n landelijke vergadering, dan krijg je toch geen korting meer. Hoor. Nee. En ook niet van, nou, jullie zitten aan het einde van het jaar, dus nee. Maar als ik dan alles goed begrepen, dan is dat gewoon een heel complex systeem wat het hele jaar doorwerkt. Ja. Het is niet zomaar in dat het in meer begint en in oktober afgelopen is. Nee. Maar dat het hele jaar eigenlijk draait. Ja. En elk jaar weer. Ja. Dus vrijwilligers? Onze vrijwilligers zijn weer precies bij het hele jaar nodig. Bij het hele jaar nodig. Het is niet alleen het poten en het schaffen en het rooien, maar ook 's winters, dan moet die bakken met knon dus allemaal weer doorgezakt worden. Juist. Om rotte knon die eruit haalt moet worden. Ja. En ja, zand wat er aan blijft zitten is, om dat weer af te gaan halen. En dus onze vrijwilligers met 's winters ook in hun schuren bezig. En die schuren die hebben jullie? Die hebben wij tot nu toe altijd nog mooi gehad. En die moet je ook betalen? Nee. Kijk, dat is dan wel weer mooi. Ina, ik dank u wel voor dit gesprek. Ik vind het een mooi gesprek. Heb je nog wat? Ja, oh, heb je nog wat? Ik kan misschien nog wat veel meer vertellen. Maar dat doe je. Ja, maar dat doe je nog een keer. Kijk eens aan. Dat doe je nog een keer. Wij komen terug, want de bloemigies bluit nog niet. Nee, nou ja, dat zou ik mooi vinden als ze daar in de bluis staat. Dat hij zit. Tussen de bloem. Met kopie bom Maaiveld. En dan mevrouw ik een antwoord. Ik zie het eruit. Ik zorg voor de koffie. Dat doe ik elke week. Dank u wel.